Goedenavond. Voor de kust van Italië zijn 60 mensen verdronken. Ze zaten op een veel te zwaar geladen boot van mensensmokkelaars. Een tragedie stamattina. Vedere quelle scene di bambini restituiti dal mare, cadaveri, scene strazianti. De lente moet nog beginnen en toch zitten er al veel pollen in de lucht. Een gevolg van de klimaatopwarming. In de hoogste voetbalklasse laat Club Brugge zien dat het toch nog kan winnen. AA Gent ging vanmiddag met 2-0 voor de bijl. Benoot is weg, Benoot. Gaat Kuurne Brussel Kuurne winnen op die manier? Wie gaat het werk nog doen? Niemand. En het is 2-2 voor Jumbo-Visma dit weekend. Tiche Benoot wint Kuurne Brussel Kuurne. Welkom, een tragedie, zo omschrijft de burgemeester van Steccato di Cutro, de schipbreuk voor de kust van zijn dorp. Vanmorgen spoelden daar tientallen lichamen aan, daarbij ook een baby van een paar maanden oud. Het waren mensen die op een boot zaten richting Europa om hier asiel aan te vragen. Volgens verschillende bronnen waren er zeker 150 mensen aan boord, in elk geval te veel. Door de ruwe zee sloeg de boot tegen de rotsen en brak in tweeën. Het ongeval gebeurde dus in het zuiden van Italië, een populaire bestemming voor mensensmokkelaars. De vissersboot was een paar dagen geleden vertrokken in Izmir in Turkije. Hulpdiensten hebben de hele dag gezocht naar overlevenden en dat heeft ook iets opgeleverd, want zo'n 80 mensen zijn in de loop van de dag nog gered. Maar de balans blijft droevig. Zeker 60 mensen, waaronder enkele kinderen, zijn om het leven gekomen. En over het lot van tientallen andere opvarenden is er veel onduidelijkheid. Tientallen lichamen van migranten spoelden vanmorgen aan op het strand. De reddingsdiensten zoeken nog verder naar slachtoffers op zee. Maar dat wordt bemoeilijkt door de hoge golven. Omwonenden reageren geschokt. Ze hebben ook twee cadaveri. Nella spiaggia dove c'è la mia parrocchia. Li ho benedetti, però mentre li benedicevo, dicevo a me stesso: ma come mai arriviamo sempre dopo la morte? Dobbiamo arrivare prima che arrivi la morte. De kustwacht zette extra patrouilleboten en een helikopter in om de zoekactie uit te breiden. De migranten zaten met zo'n 150 mensen op een veel te kleine houten vissersboot die door het ruwe weer op een rots was geslagen. Het was verschrikkelijk slecht weer en het was nacht. Zo'n 80 opvarenden konden al zwemmend de kust bereiken. Die werden er ter plekke opgevangen door de hulpdiensten. De meeste werden nadien met bussen weggebracht naar een opvangcentrum. 22 onder hen moesten naar het ziekenhuis. Maar vele anderen zijn verdronken. Nu al zijn zeker 60 lichamen gevonden. De operazioni di soccorso proseguen ormai da stamattina. Purtroppo continuano a emergere cadaveri. Poco fa un carabiniere ha estratto dall'acqua il corpo di una bimba di 2 anni a Steccato di Cutro. Maar de hulpdiensten vrezen dat er nog veel meer slachtoffers op zee zullen geborgen moeten worden. De vissersboot zou 3 dagen geleden uit de Turkse havenstad Izmir vertrokken zijn. De migranten komen uit Afghanistan, Pakistan en Somalië. Een mensensmokkelaar zou al aangehouden zijn. Die had de Turkse nationaliteit. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zegt dat ze zwaar geraakt is door het ongeluk en dat de Italiaanse regering er alles aan zal blijven doen om illegale migratie aan te pakken, om tragedies als deze in de toekomst te vermijden. Elk jaar sterven migranten en vluchtelingen op de Middellandse Zee. In 2021 ging het om bijna 2000 mensen. De Middellandse Zee is een binnenzee zonder veel getijden, maar dan nog kan die levensgevaarlijk zijn. Het weer kan er snel omslaan. Professionele zeelui kennen die gevaren en weten hoe ze ermee om moeten gaan, maar mensensmokkelaars vaak niet. Je hebt daar toch wel geografische situaties, bergketens die vrij dicht bij de kust zijn, waardoor er microklimaten ontstaan. En die microklimaten kunnen ervoor zorgen dat het weer heel snel omslaat. Drenkelingen kennen of hebben die kennis niet. En komen dan in zeer gevaarlijke situaties waar helaas hetgeen dat de voorbije dagen gebeurd is, zich verschillende keren herhaalt en helaas nog zal herhalen. Eigenlijk doordat die Franstalige vakantie zo verspreid geworden is, rollen we eigenlijk nu vanuit de krokusvakantie naar de paasvakantie toe en zo de zomervakantie in. Er zijn bijna geen seizoenen meer voor ons. Voor de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs zit de krokusvakantie erop. De kinderen die in ons land Franstalig onderwijs volgen, zijn nog maar half weg. Want sinds dit schooljaar is de vakantieregeling daar veranderd.
De herfst- en krokusvakantie duren er nu 2 weken. De zomervakantie is dan weer 2 weken korter. En dat is niet alleen een aanpassing voor veel gezinnen, maar ook voor de toeristische sector. De zon, blauwe lucht en vakantie. Het is profiteren vandaag. Ook in Erperheide in Peer, waar het vakantiepark zo goed als vol zit. Het park heeft rond de 90-95% bezetting gescoord. Eigenlijk is dat een trend voor heel de centerparks op dit moment tijdens de krokusvakantie. En normaal gezien zou dat nu afnemen? Normaal zou dat nu afnemen, maar dankzij de vakantiespreiding in Wallonië en in Brussel gaan we volgende week op dat elan verder. De nieuwe vakantieregeling vergt ook wat kalenderaanpassingen van de ouders van schoolgaande kinderen en van grootouders. Als de zon kan pakken, dan past het niet. Non, pas de souci. Pas de souci pour nous, non, non. Et ça soulage ma fille, qui elle peut continuer à travailler. Et donc elle aura quelques jours de vacances en plus pour la semaine prochaine, garder les petits. J'ai la chance d'avoir ma femme est enseignante. Donc elle est en congé la semaine prochaine. Pour les parents qui n'ont pas d'alternative, ils vont devoir soit prendre des congés ou faire garder leurs enfants. Moi, je trouve que le système fonctionnait très bien avant, qu'il n'y a pas besoin de changer. De personeelsplanning moet door de drukte in het park ook wat herschikt worden. Er zullen volgende week geen jobstudenten zijn, bijvoorbeeld. Maar economisch gezien blijft het hoe drukker, hoe liever. Voor ons is dat natuurlijk goed. Het is een extra inkomsten. Dus dat is een extra bijdrage aan het product natuurlijk. Maar ook voor de omgeving, omdat mensen dus daguitstapjes maken. Ze gaan een keer fietsen. Dus ook voor de handelaars in de buurt is dat een goede zaak. En de Franstaligen hebben ook geen paasvakantie meer. Die verschuift naar mei. Parce qu'il y aura une semaine où il y aura juste les francophones qui seront en vacances. Pas de français, pas d'hollandais, pas d'allemand. Donc là, pour partir, ce sera... Et pour réserver les vacances, c'est basse saison. Oui, basse saison. Et surtout, le mois de mai, il fait déjà beau. Donc c'était une opportunité. Aan zee hebben ze tijdens de krokusvakantie 20% minder toeristen gezien dan vorig jaar. Maar omdat de gezinnen met kinderen in het Franstalige onderwijs dus nog een week vakantie hebben, zal de balans wellicht meevallen. Of de paasvakantie een succes zal zijn, dat weten we pas in de maand mei, want die vakantie begint voor Franstalig België pas op het einde van april. Voor Westtour, het West-Vlaamse toerismebedrijf, biedt dat mogelijkheden, omdat je op die manier de drukte kan spreiden. Natuurlijk, het is anders werken. Als we kijken naar Westtour, dan moeten we zorgen dat onze communicatie afgestemd is op die verschillende vakanties bij de Franstalige Belgen, maar ook in het buitenland. Dus de periodes worden ruimer. Als we kijken naar de ondernemers, de toeristische ondernemers, ja, dan moeten zij zorgen dat ze voldoende personeel hebben voor al die verschillende opeenvolgende vakanties. Dat is het grote voordeel, dat je als toerist eigenlijk nog beter geswanjeerd wordt, laat het mij zo zeggen, omdat men meer tijd heeft, omdat de spreiding beter is. Dus ik zou zeggen, ja, het kan enkel maar positief zijn. Het aantal allergiepatiënten in ons land stijgt jaar na jaar. Intussen heeft een kwart van de Belgen al een pollenallergie. Wie tot die groep behoort, zal het misschien al gemerkt hebben. De pollen zijn er wel heel vroeg bij dit jaar. Er hangen meer pollenkorrels in de lucht en dat heeft alles te maken met de klimaatopwarming. Lopende neus, branderige ogen. Bij mij is dat vooral op de ogen en de bovenste luchtwegen. De ogen jeuken, tranen, geven een irritatie, dus zeer lastig. Ja, ik begin dan te wrijven in mijn ogen en dat is dan zo rood en dan ziet het er niet uit. Hè? Wie allergisch is aan de pollen van de els of de hazelaar, heeft er nu al last van gehad. En dat is vroeg. Vorig jaar viel de eerste hoge pollenpiek midden februari. Dit jaar was er al begin januari een eerste piek. En het aantal pollenkorrels is ook veel hoger. De laatste 30 jaar is het pollenseizoen duidelijk langer geworden. Boompollen beginnen vroeger en de grassen en de onkruiden die erachter komen, die eindigen later. Dus het pollenseizoen is in totaliteit verlengd, dat is punt 1. Als je kijkt naar de concentraties, dus de hoeveelheden die zich in de lucht bevinden, die stijgen inderdaad. En dat heeft alles te maken met de klimaatverandering. Er zit meer CO2 in de lucht en het wordt warmer. Je ziet dat de biomassa toeneemt, je ziet dat het aantal pollen toeneemt. Je ziet dat de samenstelling van de pollen ook wijzigt, waardoor dat de eiwitten, de stoffen die in die pollen zitten, die verantwoordelijk zijn voor onze allergiepatiënten, hun klachten, die nemen ook pol per pol bekeken toe. Dus ja, het klimaat heeft wel zijn invloed hier. Voor wie allergisch is, zit er niets anders op dan zijn medicatie te nemen. Zelfs nu de hazelaars zijn uitgebloeid. Ze zijn uitgebloeid, dus voor onze patiënten is dat goed nieuws. Dus ik denk dat de piek hier voorbij is.
Maar de berk is op komst. De pollen van de hazelaar en de els zijn sowieso elk jaar de eerste bomen die overlast kunnen veroorzaken. Vanaf maart komt daar ook nog eens de es bij. Eind maart, begin april ook de berkenpollen. De eik tenslotte kan vooral overlast veroorzaken in mei. En daarmee is de miserie nog niet gedaan. Wie allergisch is aan graspollen, die zal vooral last hebben in de maanden juni en juli. U vindt het hele overzicht in onze app en op onze website. De uitbater van een superette in Houthalle Helgsteren die vrijdagnacht een indringer heeft neergestoken, moet dinsdag voor de raadkamer komen. De indringer was een dertiger uit Lummen. Rond 2:30 s'nachts brak hij in en ging naar de bovenverdieping. De uitbater zegt dat hij op dat moment nog met zijn boekhouding bezig was. Het kwam tot een confrontatie tussen beide mannen. Daarbij is een mes gebruikt. De inbreker is ter plaatse overleden. Er was op het moment van de feiten nog één medewerker aanwezig. Haar verklaringen kunnen, samen met de camerabeelden, mogelijk aantonen of er sprake is van wettige zelfverdediging. Maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt zijn advocaat. Daar is het eigenlijk op dit ogenblik veel te vroeg voor. Het gerechtelijk onderzoek is uiteraard pas van start gegaan. We weten daarvoor nog onvoldoende, maar dat is inderdaad een piste die mee onderzocht wordt. Wat zegt uw cliënt daar zelf over? Mijn cliënt is uiteraard vooral onder de indruk van de feiten. Ik heb hem deze ochtend nog gezien in de gevangenis. Hij is onder de indruk van alles wat er gebeurd is, denkt veel na, denkt na over wat er gebeurd is, over de toekomst, over de winkel, want het is natuurlijk een supermarkt ook, met personeel. Hij heeft veel zorgen op dit ogenblik, maar is wel vastberaden om mee te blijven werken aan het gerechtelijk onderzoek en is ook ervan overtuigd dat uiteindelijk de waarheid wel bovenkomt. Weet u of de indringer en de uitbater van de superette elkaar kenden? Dat weet ik op dit ogenblik nog niet. Wat gebeurt er de komende dagen? Wel, morgen krijgen wij voor het eerst inzage in het dossier. Ga ik uiteraard bespreken met cliënt. En dan bereiden wij de zitting van de raadkamer voor. Aanstaande dinsdag moet hij voor de raadkamer verschijnen in Hasselt. Die beslist over zijn verdere aanhouding. Op de luchthaven van Zaventem zijn vrijdag 6 mensen gearresteerd voor de smokkel van 200 kilogram glasaaltjes. Dat is een bedreigde diersoort die niet verhandeld mag worden. De douane had op een van de vluchten 18 identieke koffers zien passeren, allemaal verpakt in plastic folie. In die koffers zaten plastic zakken vol water en glasaaltjes, ook wel babypaling genoemd. Die waren bestemd voor Maleisië. Babypaling is daar een lekkernij. En zouden, naar schatting, 400.000 euro hebben kunnen opbrengen. In Maasmechelen is de zoekactie naar de vrouw van 75 met dementie voorlopig stopgezet. De vrouw is al 5 dagen vermist, maar er werd de voorbije dagen met man en macht naar haar gezocht. Vanmiddag heeft die zoektocht ook iets opgeleverd. Er is een pantoffel van de vrouw gevonden in een bosgebied in de buurt. Morgen bekijkt de cel vermiste personen samen met de lokale politie hoe het verder moet. En in Brussel hebben zo'n 1600 mensen betoogd voor vrede in Oekraïne. Dat gebeurde op initiatief van het Platform Europa voor Vrede en Solidariteit. Dat is een verzameling van 30 organisaties. Daarbij zitten vredesbewegingen, maar ook vakbonden. Ze vragen dat ons land intense diplomatieke onderhandelingen begint om de oorlog snel te doen stoppen. Don't get what they want. There's going to be problem, because youth are not happy. Everybody is angry. If they don't get the result they saw, because everybody saw what happened before the union. In Nigeria en West-Afrika worden de stemmen geteld van de verkiezingen van gisteren. Maar door technische en logistieke problemen kon er ook vandaag nog gestemd worden. Nigeria is een van de belangrijkste landen van Afrika. Geen enkel Afrikaans land heeft meer inwoners, 215 miljoen, van wie 60% jonger is dan 25. Nigeria is ook de economische koploper van het continent dankzij grote olievoorraden. Maar het kampt ook met corruptie, armoede en onveiligheid. Voor het eerst zijn er niet 2, maar 3 kandidaten die president kunnen worden. Bola Tinubu en Atiku Abubakar, moslims van de oude generatie. En Peter Obi, een christen en erg populair bij jongeren. 48, 49. In dit stembureau in Kano waren ze in de vooravond klaar met stemmen. We have finished voting. We are now, after sorting out, we are now counting the votes by each party. We are able to cast. Hier is alles kalm en zonder incidenten verlopen. They are counting the votes. No one is fighting, no one is quarreling.
peaceful. Peace is reigning. That is what we want. Maar op verschillende plaatsen in het enorme land ging het er chaotisch aan toe. Door cashtekorten liep het transport in het honderd en raakte materiaal, bijzitters en kiezers niet op tijd ter plaatse. Ondanks de frustratie bleven de kiezers enthousiast. We have that right to go out and vote. That's why we are here from 7 a.m. up to now. We are not going anywhere till we vote. Groot verkiezingsgeweld bleef ditmaal uit op enkele incidenten na, zoals hier in het islamitische Noordoosten, waar extremisten van Boko Haram ook nu toesloegen. De velen die daar op de vlucht zijn, kiezen voor vrede. Ten vroegste dinsdag weten de Nigerianen of er een tweede ronde komt en wie dan nog mag meedoen. In Lagos, uitvalsbasis van jongere favoriet Peter Obi, zijn zijn fans nu al aan het feesten. De schade van cycloon Freddy in Mozambique wordt stilaan zichtbaar. Heel wat mensen zijn dakloos. Hevige rukwinden tot 120 km per uur hebben daken van huizen en andere gebouwen gerukt. Arme gezinnen die in hutten woonden, hebben niets meer. De cycloon is intussen landinwaarts getrokken en is in kracht afgenomen tot een hevige tropische storm. In de Amerikaanse staat Californië is er op sommige plaatsen 30 centimeter sneeuw gevallen, tot verbazing van de inwoners. Want het is uitzonderlijk. Er waren ook rukwinden tot 120 km per uur en die hebben hier en daar schade aangericht. Elders zorgde hevige regen voor overstromingen en grondverzakkingen. En in het oosten van IJsland gaat alle aandacht naar de walrus Thor. Die trok de afgelopen maanden al veel aandacht. Toen hij werd opgemerkt in Engeland en nu is hij dus in IJsland opgedoken. Veel is er nochtans niet te zien, want hij ligt vooral te luieren op een pier. In het Verenigd Koninkrijk leggen verschillende warenhuisketens hun klanten beperkingen op van hoeveel verse groenten ze mogen kopen. Er is een groot tekort, vooral aan tomaten. Dat kan nog tot mei duren. Het is deels te wijten aan de slechte oogst in Spanje en Marokko. Maar ook de Brexit speelt een rol. De Brit is welkom bij Asda, zolang die maar niet meer dan 3 pakjes tomaten koopt. Er is een probleem met de aanvoer. It's only going to last for a couple more weeks apparently, and if you don't need more, if you've got a big family, then you need more tomatoes. But if there's only 2 of you, you don't need any more tomatoes. Het ligt aan het weer, zeggen de groothandels. In Marokko en vooral in Spanje was dat vorig jaar helemaal ontregeld. In a nutshell, they didn't have an autumn. They went from a hot summer to a deep freeze. And if you get those extremes in temperature, it's going to affect your crop. Het tekort is zo groot dat de minister van Landbouw het nodig vindt de consument te adviseren. It's important to make sure that we cherish the specialisms that we have in this country. A lot of people would be eating turnips right now rather than thinking necessarily about aspects of lettuce and tomatoes and similar. In de Europese Unie kampen ze ook met hoge prijzen voor fruit en groenten, maar een echt tekort is er niet. The vast majority of retailers in Europe, they're getting the product that they need because the retailers over there are prepared to pay the prices that you need to have a product on shelf. De vinger op de wonden. Voor producenten in Zuid-Europa en Noord-Afrika is het sinds de Brexit makkelijker en winstgevender om handel te drijven binnen de Europese Unie. En dus dragen de Britten als eerste de gevolgen van een verminderde toevoer. In 2025 gaan we de omgeving verder afwerken. Maar dus alle infrastructuur hier op Linkeroever Zwijndrecht zal in 2024 in gebruik genomen zijn. De werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen zijn volop bezig. En het einde is nog niet in zicht, dat is pas voor 2030. Maar vandaag kreeg wie dat wilde voor de eerste keer de kans om de werven op Linkeroever te bezoeken. Daar kwamen vooral buurtbewoners op af die uitleg kregen over hoe die Oosterweelverbinding er zal uitzien en welke tijdelijke verkeerssituaties daarvoor nodig zijn. Welkom. Eindelijk echt op werfsafari op de Oosterweelwerf. Een werfsafari, maar in plaats van dierenspotten zijn het wegen, bruggen en bermen. Kortom, de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Allemaal te zien vanuit een rijdende bus, maar soms mogen bezoekers ook uitstappen om alles van dichtbij te bekijken.
We zullen daar eens gaan kijken wat we daar allemaal zien. Zowel de fietsbrug als die flyover richting Scheldetunnel. Het bezoek was meteen volgeboekt. Allemaal mensen die in de omgeving wonen. En vandaag met stijgende verbazing luisteren. Heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Ik woon zelf op Linkeroever, dus ik passeer hier regelmatig met de fiets. Auto probeer ik wat te vermijden. Hoef ik eigenlijk ook niet echt te gebruiken. Maar ik moet zeggen, ik vind het heel indrukwekkend. Nu krijg je pas zicht. Ik denk dat we nu beseffen wat voor een gigantisch werk dat is. En dat ze dat allemaal georganiseerd krijgen. Het is ongelooflijk eigenlijk. De Oosterweelverbinding ging decennia lang gepaard met veel protest en weerstand. Daar is vandaag weinig van te merken. Er komt daar een geluidsscherm. Zo van bermen, er komen bermen. Maar langs de snelweg zelf ook bermen en schermen. Met boompjes, ja. Met mooie boompjes op. Ja. Pak dan eens palmbomen. Het is zeker nodig om uit te leggen. Het is een heel grote en heel complexe werf. Het is de werf van de eeuw natuurlijk. Er zijn heel veel werken die moeten gebeuren, zowel hier op Linkeroever-Zwijndrecht als ook op Rechterover. En het is toch belangrijk dat de mensen dan kunnen zien wat er allemaal op hen afkomt. Voor wie ook op safari wil in de wonderwereld van de Oosterweelwerf, er volgen er dit jaar nog 5. Dan weet u wat er aan de hand is als u daar in de file staat. Zometeen is er sportweekend hier op 1 met een verslag van Kuurne, Brussel-Kuurne. We begonnen het journaal met de schipbreuk voor de Italiaanse kust. Daarbij zijn 60 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Tientallen andere mensen zijn nog vermist. Bedankt voor het kijken. Le operazioni di soccorso proseguono ormai da stamattina, purtroppo continuano a emergere cadaveri. Qua un carabiniere ha estratto dall'acqua il corpo di una bimba di 2 anni, ha steccato di cutro. Una tragedia stamattina, vedere quelle scene di bambini restituiti dal mare, cadaveri, scene strazianti. Li ho benedetti, però mentre li benedicevo, dicevo a me stesso, ma come mai arriviamo sempre dopo la morte?